Nou, hallo allemaal. We zijn hier vandaag met Pink en de Partij voor de Dieren om een protestactie te houden tegen proefdieren. En ik ga jullie even laten zien hoe dat er een beetje aan toe gaat. Wij zijn natuurlijk bezig met de gemeenteraadsverkiezingen. Die vinden in Rotterdam plaats op 21 maart. Ik ben Ruud van der Velde, de lijsttrekker voor de Partij voor de Dieren in Rotterdam. Rotterdam heeft één grote schandvlek. En dat vind ik toch wel dat hier even verderop, bij het medisch centrum Erasmus, nog steeds tussen de 28.000 en 33.000 dierproeven per jaar worden gedaan. Wij proberen met deze actie daar aandacht voor te vragen, omdat de meeste Rotterdammers daar eigenlijk niet mee bekend zijn. Ik ben zelf tegen dierproeven omdat ik het wreed vind om het lijden van ons mensen eigenlijk af te schuiven op andere soorten die zich daar niet tegen kunnen verdedigen. Dieren kunnen niet zeggen dat ze niet gebruikt willen worden voor experimenten. Tegenwoordig zijn we zo ver met techniek dat ik vind dat we het geld dat nu in de dierproeven gestoken wordt beter kan worden gestoken in de ontwikkeling van die alternatief. Ik denk heel veel. Allereerst natuurlijk stemmen op Partij voor de Dieren en voor jonge mensen lid worden van Pink. Maar daarnaast kun je erop letten waar proefdieren eigenlijk voor worden gebruikt. Er zijn winkels zoals de Body Shop en Lush waar je zeker weet dat producten niet op dieren zijn getest. Je kunt je in gaan lezen wat er eigenlijk wat een proefdier is en wat er mis mee is, zodat je zelf er ook achter komt van waarom het. Waarom het eigenlijk zo vreselijk is dat we dat nog doen. Je kunt lid worden van Stichting Proefdiervrij. Je kunt meedoen aan demonstraties zoals deze. Dus er is een hele hoop dat je kunt doen. Dat we een hele eerlijke, mooie, groene samenleving krijgen waar geen uitbuiting plaatsvindt. Dus geen uitbuiting van dieren, geen uitbuiting van mensen. Waar we allemaal gewoon de ruimte krijgen om onszelf te zijn en een mooi leven te leiden. Als je dit nou een goede video vond, word dan abonnee van dit kanaal en dan blijf je op de hoogte van al onze komende video's. Dankjewel, super.